Dames en heren, we staan vandaag voor de Ulu Moskee in Utrecht. Daar staan we die zomer? Nee. Simon die viert vandaag zijn 15-jarig jubileum. Simon is een speciale scholengemeenschap met een islamitische inslag. En vandaag hebben ze voor hun werknemers hebben ze Inspiratiedag georganiseerd. De Inspiratiedag waarbij het vooral gaat om duurzame inzetbaarheid. Wat houdt dit in? Wat betekent het voor jou? Hoe groei jij mee met de school of met de gemeenschap? Allemaal vragen die we vandaag gaan proberen te beantwoorden met de mensen hier. En ze natuurlijk dan direct ook inspireren in deze prachtige moskee. Wij gaan even naar binnen om te kijken wat deze mensen aan deze dag allemaal hebben overgehouden. Worden wie je bent. En dat kan mijns inzien, maar door één manier. Nog heel veel inzicht en inspiratie. Dank u wel. Eet smakelijk, ga lekker netwerken. We kunnen in ieder geval nu spreken over islamitisch onderwijs. Dat we meedoen, mee mogen doen. Dat we een plek hebben in Nederland. En dat geeft je natuurlijk heel veel energie om het juist nog beter te doen en ook echt te gaan concurreren. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat we 15 jaar al bestaan en dat we daarmee ook onszelf kunnen ontwikkelen om door te kunnen gaan met wat we aan het doen zijn voor de kinderen vooral. Het gaat heel erg bij Simon om te kijken naar wat een groep nodig heeft, wat een leerkracht nodig heeft om tot ontwikkeling te kunnen komen. En daarbij kijken we niet alleen naar de resultaten, maar ook naar hoe het kind zich voelt. Vooral of ze zich lekker voelen in hun vel, of ze zich prettig voelen, want dat is het belangrijkste, dan kom je tot leren. Als je 15 jaar Simon bekijkt, wat zou je collega's willen zeggen op deze dag? Ik zou eigenlijk willen zeggen, wees trots op wat we hebben bereikt. Hè? Worden wie je bent, we zijn ergens. We zijn nog steeds bezig met de professionaliseringstrajecten. Wees trots, zet je volledig in en maak er nog iets moois van. Nog mooier van. Ik zou het nu mooier kunnen zeggen. Dankjewel, Mustafa. Hartelijk dank. Dankjewel. Ja. Ik denk dat jullie vandaag, als jullie allemaal zo meteen naar huis gaan, één ding met elkaar gemeen hebben, dat jullie kunnen zeggen, hey, die 15 jaar hebben we goed gevierd met z'n allen en de komende 15 jaar worden alleen nog maar leuker, want wat heb ik toch een toffe collega's. Nou, heb je het gezien, een inspirerende dag voor alle mensen die hier vandaag zijn geweest. Ik wil de Simon Scholengemeenschap nog feliciteren met dit fantastisch jubileum. En ik hoop dat ze nog langer de 15 jaar door mogen gaan, want ook het islamitisch onderwijs verdient zijn plek in deze samenleving.